Oh. Ze zijn nog steeds op die bergen, of niet? Ja. Oh. Oh nee. Ik ben bijna dood. Wat zijn ze dan? Ik heb een half hartje. Ja, ik zie ze niet meer. Ik moet gewoon even wegrennen. Ja, ik zie ze. Nou, jammer. Ah, was leuk. Ah, fuck, ja, ik ook. Sad. Oké, dus dit was dan Man UHC Lost Kingdom. Ja, we hadden een hele goede start. We hadden als eerste team Diamonds. Ja, we hadden ook best veel geluk, maar uiteindelijk, het geluk kon natuurlijk niet lang duren. Want ja, tijdens het laatste gevecht ging ik dood. Ja, ik dropte zelfs mijn zwaard nog. Als ik mijn zwaard niet had gedropt, ging ik waarschijnlijk nog steeds doodgaan. Maar ja, dan kon ik misschien ook wel wat meer weerstand bieden voor ik doodging. En ja, kijk ook zeker en vast andere perspectieven. Kan je ook nog eens zien naar het andere team, naar het team dat mij killed. Van naar hun perspectief even kijken van, ja, dat is misschien wel leuk. En ja, ik moet deze video ook wel even wat langer gaan maken nu, want ja, als ik dit nu bij het editen zie ik dat de video maar heel erg kort is. En ja, als ik een video van maar 2 à 3 minuten upload, ja, dan is dat meteen al een spoiler dat ik dood zou gaan. Dus ga ik nog even deze video wat langer maken. Ik weet nog niet wat ik ga doen, maar misschien ga ik nog een gewoon de hele tijd de rest van de video gewoon een zwart beeld doen. Of ga ik gewoon nog eens al mijn beelden laten tonen en dan heel erg versneld ofzo. Maar ja, ik wil je al bedanken als je tot hier hebt gekeken. En ja, hopelijk doe ik het volgende seizoen weer wat beter. En ja, hoe vonden jullie eigenlijk dat ik mijn seizoen had gedaan? Persoonlijk vond ik het niet slecht gaan. Behalve ja, op het einde dat ik doodging. Maar ja, kan gebeuren. Het is niet het einde van de wereld. En ja, nog bedankt voor het kijken.